Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Goedemorgen allemaal. Jij klopt, hè? Ik doe heel goed nieuws. Pillow er al vloggen. En is dat aan? Pillow is een 18 jaar. Brian is echte mannen. Op dezelfde tijd. Mensen gewoon abonneren. Waren de echte mannen op dezelfde tijd. Brian! Oude reus! Alles goed, jongen? Ja. Oh jij, ben je nou weer aan het vloggen, jongen? Wat ben je aan het doen? Vloggen, hè? Ja. Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, maar wat was je aan het, voor het vloggen? Wat was je toen aan het doen? Soep. Soep, dat kan helemaal niet. Land van geleven. Land van... Schijn nou uit, man. Schijn nou uit, jongen. Ramadan betekent je mag niet eten, je mag niet drinken. Jawel. Nee joh, gekkie. Lekker. Geeten. Met nee, kan niet. Beetje lekker. Drinken. Ja, 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 ja. Alles goed, broer. Top, top. Dan nu Yataren, die schiet hem binnen. En dan staat het alsnog met enige vertraging. 4-0. Gefeliciteerd, belangrijke overwinning, belangrijk moment ook. Precies, ja. Ik word hem gedragen voor mijn vader, dus trots. Lekker trainen zo. Lekker man. Ik heb er zin in, bro. Ja, ik ook. Ik zie er fit uit vandaag, man. Maar fresh haar? Kimmes. Ja, man. Ja, ik kom net van kappen. Mag dat dan van corona? Ja, ja, ja. Tuurlijk. We gaan trainen. Ik hoor we. Ja, wij. Jij gaat ook trainen. Kan niet, jij gaat... Ah, heb je geen kleren bij? Ik zorg ervoor dat je kleren bij hebt. Nee, regelen 100% iets. Ik draag geen Adidas. Ah, vandaag wel. Dat is goed, broer. Ik ben onderweg. Is cool, man. Dat is cool. Yalla, love. Ciao. Arvedetje. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer, mensen. Ja, 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 ja. Kijk eens, daar hebben we hem. Daar zijn we. Helemaal, broer. Ja. Ben je fit of niet, Oela? Tuurlijk. Mag ik voelen? Tuurlijk, je mag voelen, hè, broer. Huh? Wacht. Maar ik ga dus serieus meedoen. Tuurlijk, ja, gewoon volledig. Maar ik moet wel omkleden, broer. Dit gaat. Tuurlijk, gaan we binnen doen. Ja? Gaan we binnen. Tuurlijk. Ik drip in de jongen, maar ga weer in mijn vest, ja, ja, ja. Weet waarom die niggas met zijn, want ik heb stacks, ja, ja, ja. Double up, ik in fast, ik ben op mijn cash, ja, ja, ja. Koop het in en doe het weg, ik heb die connects, ja, ja, ja. Jij weet echt niks van mijn life, ik kom uit de trap, ja, ja, ja. Fit, hè? Wow, yo! Oh. Wat zijn die voel je? Oké, man, nog 4 keer. Ja. 4 keer? Ja, maar ik vind het grappig, man. Ik zeg hier, als ik op tv zie, je weet toch die 86e minuut of zo? Ja. Denk aan zijn weer een sprint door, man. Nee. Maar nu voelt dit, je weet toch? Voel ik eventjes. Maar dit is die ding voor die 86e minuut. Juist. Als je deze serie op benen verzuren. Tijdens de wedstrijd voel je niks, snap je? Dan voel je gewoon dat dit... Kun je gewoon gaan, maar het hangt er vanaf, man. Zoals ik ook al zei, wij werken gewoon 80 minuten kramp krijg. Maar als je dit gewoon blijft doen en fit bent, meteen boemerskeer, dan heb je niks. Oké, en deze wil je dat ik ook deze ga doen? Deze moet je doen. Is omhoog? Ja, wel. Zo, en nu loop. Rustig laten zakken. Rustig, heerlijk.
Heerlijk. Brian Vlogs. Ik zie het niet hoor, ik zie het niet. Kijk aan de achter. Oeh, lekker. Dat is een lekkere boterham. Hé. Hey. Dat is lekker boterham. Ik smakelijk. Ja. Grote jongen. Grote jongen. Oei. Brian. Is dit Bilal? Ja. Hoe oud was je toen? 48. 48? Schattig hè? Onze Bilaltje. Ja, wij, jouwe mensen. Die zijn weer. Ja, mensen. Kijk eens. Lekker op kaspramen. Anspertjes. Goed dit. Dit. Kijk, ze hebben neus brand. Geen die zijn er aan. Brein, zeker vlacht eruit. Op kamer daar. Compleet. Compleet. Ik hou van jou, vraag het eens. Wees ontspannen, geen drankje, niet je mjoge. Relax, ontspan, that's what we love. Loyal. Oké, okay, waar zijn we? Oké, okay, dus we zitten nu in Utrecht, Kanaleneilanden. Dit is het kanaal. Okay. Hier ben ik opgegroeid. Hier spot ik elke dag op straat. Dit was zoals voor mijn amateurclub was ik hier. Daar woonde ik, nummer 57. Precies daar. Is er trouwens iemand die niet erop mag of zo? Ja, mag iedereen erop. Ja, gewoon iedereen. Hij heeft een voetballer in. Hij wordt gezocht nog, maar. Hij wordt gezocht. Novel Bannes komt volgens mij? Ja. Ja? Novel komt en ja, gewoon wel onderling. Novel komt met een paar vrienden. En ook jongens die ook kunnen voetballen. Oké. Okay. Hey, Novel. Alles goed, broer? Rustig? Ja. We zijn vandaag met Mootje. Maar je begrijpt dat we even wat schoenen voor je moeten fixen, broer. Wat voor maat heb jij? Hoeveel? 36. Dat kost mij 10. Waar zitten we nu dan? Het is Kanaland, man. Kanaland, Utrecht. Ik hoor altijd Kanaleneiland, dit, dat. Maar ik ben goed ontvangen hier, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, het is rustig, ja. Huh? Ik denk meer omdat je Marokkaan bent. Nee, grapje. Nee, maar het is echt lieve mensen hier, man. Ja, hè? Hier is echt leuk. Hier. Het voelt gelijk meteen een soort van thuis. Ja, het is ook voor mij. Daarom vlucht ik meestal vaak uit Eindhoven. Maar hier, dit is echt thuis. Dit is echt thuis. Ja. Wat is een beetje verschil tussen Eindhoven en hier dan? Hier leeft het meer. Hier heb je alles. Hier klopt het gewoon voor mij. Ja, dat zullen denk ik mensen in Eindhoven weer in Eindhoven hebben, maar ik heb het in Utrecht. Ja. Maar ik zeg eerlijk, ik heb echt spierpijn, broer. Ja, ik ook. Ik zeg, maar ja, is normaal. Uiteindelijk is het wel echt lekker. Ja, mensen die gevoel na de training is echt van, hey, top. Dat is echt lekker, hè? Ja, we gaan op, dat weet je, hè? Ja? Het opgeven, tuurlijk. Gaan we echt... Tuurlijk. Oké. Okay. Met of zonder camera, we trainen. Oké. Okay. Hou ik je aan. Deal. Brian Vlogs. Ja, ziet er wel goed uit, broer. Ik heb het gevoel dat die gozer gewoon een watertje op heeft. Wie? Jij. Alleen wat? Ik denk nog een paar Red Bulls hoor. Nee, grap. Die kijkers die hadden allemaal vragen gestuurd. Super bedankt daarvoor. Een van die vragen was, hoe oud was je toen je gestart was met voetballen? 6. Ja, op plein al eerder, maar 6 ging ik pas naar een voetbalclub. Daarvoor had ik ervaring, gewoon op straat. Ja, was je toen al actief? Ik was al vroeg actief. Ik heb, sinds mijn moeder eigenlijk zei, sinds je kon lopen had je altijd een bal aan. Altijd, altijd op een bal in me. Dus als mijn moeder ging stofzuigen, ging bij de stofzuiger zo een beetje evenwicht proberen, toen had ik een bal in me. Altijd. En, maar je had niet eerst je zwemdiploma? Dat heb ik nog steeds niet. Maar je kan wel zwemmen? Ik kan wel echt goed zwemmen, ja. Want je weet hoe het bij mij zit, hè? Ik heb ook geen... Je hebt het ook niet, hè? Ik heb ook, ja, dat ik heb ook geen zwemdiploma. Maar wat voor club ben je begonnen dan? SV Houten. Spelen ze een beetje hoog op de Houten? Ja, dat weet ik niet meer, dat volg ik nu niet meer eerlijk gezegd. Maar... Nee? Kom je daar ook niet meer? Nee, ik ben daar echt lang niet geweest, maar... Moet je wel doen, man. Ja, natuurlijk, dat vergeet je niet. Houten, hij komt eraan hoor. Zeker. Hoe ging het die scoutingsperiode tussen Houten en Ajax? Of... Sorry, man. Dan heb je het eraan zelf geklapt. Lekker af. Tussen Houten en PSV. Gingen ze naar mijn familie toe en toen zeiden ze van ja, er is interesse. Zo was het gaan. Het was op een toernooi.
En toen, een paar weken later, mocht ik op een zondagtraining meedoen. En vandaar dat ik eigenlijk heb laten zien dat ik kon voetballen. En toen mocht ik met een paar jaar ouder meedoen, daar de PSV mee trainen. Toen werd ik aangenomen omdat ik een paar jaar met mijn eigen leeftijd gespeeld. Ben ik direct naar de D1 gegaan, heb ik er een jaar over geslagen. Toen gewoon het stap op stap. En nu, op 16-jarige leeftijd was ik het eerste. Hoe ging dat? Wie belde jou op om te zeggen je mag meedoen met het eerste? Ik deed het al lekker in de A1. Youth League had ik echt. Had ik me echt goed laten zien. En zo Barça had ik ook heel goed gespot, zowel uit als thuis. Elke Youth League spot ik gewoon echt lekker. De competitie ging heel lekker. En Van Nistelrooy heeft me echt veel geholpen toen in de A1. En toen op een gegeven moment kwam Van Nistelrooy naar me toe en hij zei van. Hij zei van op een woensdag train je mee met de eerste. Toen dacht ik van, hè? Dat ging sneller dan verwacht, snap je? Dat was voor de winterstop. Maar hij zei dit heel vreugdig of gewoon heel normaal? Heel normaal. Hij zei, ja, ik heb iets gemeld. Hij had me de kleedkamer uit. Dus ik dacht van, hè, ik heb misschien wat gedaan of zo. Weer kat kwaad. Ja, dus toen kwam ik. Toen zei hij van, ja, je traint overmorgen met de eerste mee. Dus, want op woensdag had ik dan die school, zeg maar. Daar ging ik niet naartoe. En dan trainde ik gewoon voor het eerst met de eerste mee. Dat ging goed. Ja, natuurlijk wel een beetje nerveus en zo, maar uiteindelijk ging het echt goed. Maar toen kreeg ik te horen dat ik op trainingskamp mee mocht naar Qatar met het eerste. Oh ja, dan kom je daar, dan moet je zeg maar zingen voor de groep en zo. Nee joh. Ja. Wat had je maar dan? Ik zat meer met het zingen, dat vond ik erg. Dat voetballen vond ik niet erg, maar dat zingen, dat vond ik erg. Maar uiteindelijk had ik, ik weet niet wat ik weet echt niet meer wat ik weet het wel. Ik weet het wel, maar ik kan het niet zeggen. Nee. Toen zei hij tegen mij van, je blijft gewoon bij één. En je traint gewoon heel de week mee. Maar hij wilde dat nog niet echt zeggen. Dus je traint heel de week mee, je bent gewoon bij de wedstrijd erbij. Toen dacht ik van, ik heb het toch wel echt goed gedaan. Ingestapt bij mijn broers, toen zei ik toch gewoon van onderweg. Toen zei hij van, ja. Bleef je met je pokerface of? Nee, toen zei ik gewoon van, bleef zo stil. Ik zei, ja, ik doe wel een paar één. Toen zei hij, ja, zoals verwacht en zo. Dat. En toen papa liet ik ze doorpraten. Toen zei ik tegen, ben jullie broertje gek? Ik doe die dingen, snap je? Zo ging een beetje bluff op in. En toen zei ik van, jongens, aankomende zondag zit ik bij de wedstrijd, bij het eerste. Natuurlijk, iedereen een beetje, ja. Het is mooi, het is kippenvel. Ja. Als je je ouders vertelt aan iedereen. Cool. Het is wel echt mooi, man. Ja? Dat zijn die momenten vergeet je hoe je terugrijdt, hoe je het vertelt. Dat vergeet je nooit. Dus, iedereen was zo bij de wedstrijd, maar ik heb toen niet mijn debuut gemaakt. Want ze speelden gelijk en de week daarop thuis debuut. Ja, Robby had het zo van me geschreven, ja, snap je? Ja, ja, ja. Dat soort dingen verder, dat ja. En had je vader Lerhmo of je moeder nog wat gezegd voordat je weg vertrok? Nee, man. Naar de wedstrijd toe. Ja? Nee, wat zei... Nee, wacht. Ja, zeiden wel, ja, succes wensen of zo, maar... Ze dachten niet... Iedereen zei wel van, vandaag is het je debuut. Ja, ja. En ik had nog maar één week voordat ik 17 werd. Mijn huisnummer is 16 en... De vorige huis waar we in woonden in Eindhoven was ook nummer 16. En toen zei ik steeds tegen mijn moeder, let maar op, ik ga op mijn 16 debuteren. En klaar, ik zei, spannend, kijk, nummer 16, we verhuizen weer naar nummer 16. Dat is geen toeval. Klaar. Toen had ik één week en toen kon ik een record verbreken. Had ik het gedaan en toen... Gereden. Het viel maar wel een half minuut in, maar ja, uiteindelijk is het je debuut. Het is je debuut. Het staat op papier nu. Het staat nu. Op papier. Het staat in het geschiedenisboek in, man. Lijfelijk, man. Ja, en nu zijn we nog steeds in de inshallah. Ja, man.
Ja, maar mensen, hier zijn ze weer. Hier gaan vloggen. Jij, nu gaan vloggen. Bilal wil vloggen. Bilal, jezelf. Ik bouw wel. Bij je grading onder de politieke grading. Heel makkelijk, heel erg duidelijk. Echt. Precies. Niet eten, drinken, niets van. Hebben we nog corona? Nee, hè? Ja, kan het zien. Want, banden, echte mannen. We iedereen maar liefde zo altijd en de weg zien. Geen van jullie abonneren. Jongen, matjes. Zo, amigo. Dag. Hey, een van de vragen was, wat zou je kiezen? NOS? Studio voetbal? Ja. Of Veronica Inside? Veronica Inside. Want dat is, ja, NOS kijk ik ook, is gewoon leuk om te kijken, maar dat is af en toe iets te serieus. En, liever naar René van der Gijp. Ja, René van der Gijp, die, wat maakt hem zo grappig dan? Nee, hij heeft gewoon goede grap. Ja, hij heeft echt goede grap. Hij past in Utrecht. Ja, hij past in Utrecht. Ja, hij mag. Van alles maakt hij een grap. Sorry. Ja, ja, ja. Hij neemt het ook niet te serieus wat goed is. Hij relativeert een beetje. Juist, hij is niet zo'n... serieuze type. Ja, nou, de mensen hebben een beetje meegekregen van dat je een autootje had aangeschaft. Ja, en sommigen die vonden dat mooi. En sommigen die uit de kritiek. Bijvoorbeeld, ik zag ook dat Gert-Jan Verbeek, ja, toch wel een, vond ik zelf, best wel een heftige manier het aangegeven dat je dat misschien niet had moeten doen. Nou ja, ik... Alhamdulillah, ja, kijk, ik heb er altijd hard voor gewerkt. Het is een droom die voor mij eigenlijk ook uitkwam. Ik hou van auto's en soms van eerlijk gezegd, dat boeit mij niet zoveel. Ik doe het totaal niet om patserig over te komen. Dat is gewoon puur een droom van mij. Om dat te mogen rijden. Ja, nu, ja, de reacties, ja. Je hebt veel positieve reacties, veel negatieve. Maar dat heb je bij elke beslissing die je neemt. Boeit me eigenlijk vrij weinig over wat Gert-Jan van Beek zegt. Boeit me echt. Vrij weinig. Het kan wel, eigenlijk had het wel anders en beter kunnen verwoorden. Ja. Ik hoop dat je meer krijgt, snap je? Ja, dat je beter dan dit krijgt. Ja. Ja, sommigen hebben een andere mening dan. Maar ja. En we hadden het al over, tenminste heel veel kijkers die vroegen ook van hoe belangrijk is jouw moeder voor je? Enorm belangrijk. Ja. Moeder, overal waar ik ben is mijn moeder. Dat zou ook voor altijd zo zijn. Dat zou voor altijd zo zijn. Mijn moeder is altijd naast me. Als je mij ziet, zie je mijn moeder naast me. Maakt niet uit waar ik woon, waar ik speel, welke land. Dan zal je daar gewoon altijd blijven. Okay. En wat zijn de dingen die je bijzonder vindt? Want ik ben erachter gekomen dat zij bijvoorbeeld jou 's ochtends wakker maken. Ja, ik moet altijd mijn telefoon inleveren. Wel vroeg, rond 9 uur. Ik moet hem inleveren beneden en dan... Dus jij geeft je telefoon gewoon aan je moeder? Ja, altijd. Die is bij haar. Zodat jij een goede nachtrust hebt? Ja. Er mogen geen computers, geen tv's in mijn kamer zijn, geen telefoons. Dat mag niet. Maar broer, ik vind dit wel echt stoer. Want jongeren die denken, ja, ik moet mijn huis, ik moet dit, ik moet zus, ik moet zo. En... Wat heb je aan een telefoon en, tijdens je nachtrust? Wat heb je eraan? Appjes binnenkrijgen? Uiteindelijk denk ik ook van, ja, wanneer krijg ik mijn telefoon meer naar boven? Maar nu denk ik, ja, denk hou me. Ik heb niets nodig. So. Maar wanneer ik echt blij ben, is dat ik bijvoorbeeld uitwedstrijd of zo heb, dat ik mijn telefoon bij me heb en mijn moeder niet meer kan slapen. Dan heb ik mijn telefoon gewoon bij me. Slim. Brian Vlogs. En jullie hebben een hele nauwe band samen. Ja, niet normaal. Gewoon echt niet normaal. Ja, is je moeder, Nee, maar sommigen die hebben, klopt, weet je, maar en die band, hoe was dat met jouw vader, die band die jullie hadden? Goed, man. Allah rahma. Ja, was gewoon echt top. Hij was echt mijn grootste fan. Hij is nog steeds mijn grootste fan. En hij ging, elke wedstrijd kwam hij wel? Elke wedstrijd, broer. Elke wedstrijd, hij was er als eerst. Eerder dan de spelersbus. Hij was er als eerst. En merkte je ook dat hij met familieleden vol trots over jou sprak? Of... Ja, maar als je op visite ging of iets, dan onderwerp was ik. Ja, mijn zoon. Ja, en dat... Gewoon volle trots? Ja, hij is trots, tuurlijk. Uiteindelijk zijn wel mooie herinneringen. Ja, want hoe was die laatste periode een beetje? Hoe hebben jullie die een beetje ja, samen? Ja, moeilijk.
kwam die Nederlandse elftal, Marokkaanse elftal. En dan steeds na wedstrijden direct terug naar mijn vader, want hij zat toen in het ziekenhuis. Na elke training teruggereden, dat was wel een zware tijd. Maar ja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Je hebt goede gesprekken gehad? Ja, ja, dat wel. Dat wel. Dat zeker. Dat vergeet je, dat zal ik ook nooit vergeten. Nee. Ik vind het echt oprecht, ik vind het zo knap hoe sterk jij daarmee omgaat. Ik heb nog 5 broers, 1 zus en moeder, man. Voor hun alhamdulillah. Ja, man. Alhamdulillah. Ik vind het echt voor iemand van... Ah, ik heb trouwens niet het idee dat je 18 bent. Ik heb gewoon het idee dat ik met een 25-jarige in gesprek ben. Maar ik heb oprecht, ik heb daar echt respect voor. En dat is pas wat ik zeg maar stoer vind, weet je wel. Ja, en hoe groot is je gezin? Dat was ook nog een vraag. 5 broers, 1 zus en ik ben de jongste. Dus anders wordt het wel van mij gedaan. Je bent wel altijd verwend geweest. Ja, verwend. Niet in de zin van... Ze deden er wel alles aan dat ik alles had. Oké, we hebben dit niet, we hebben dat niet. Maar mijn broers deden wel echt alles voor mij. Moeder, vader, iedereen deed alles voor mij. Dat blijft hier. Soms tijdens wedstrijden huil ik ook gewoon, snap je? Dan denk je wel even na van, hé. Snap je? Dus tijdens wedstrijden kun je gewoon emotioneel kan worden. Als ik aankijk, zo van mijn broers en zo, dan voel ik het wel. Ja. Ik had even mijn t-shirt zo, zodat zij hun let op alles. Zo, dan voel ik hem wel, ja man. Dat heb ik altijd, Allah. Dat is iets aparts, man. En andere vraag was ook van, hoe is PSV voor jou? Het is echt familie, man. Het is echt familie, sinds F's. Ze helpen me ook veel, man. Iedereen wordt geholpen, al de families. Ja. Dus als ik er bijvoorbeeld niet ben en iemand van mijn familie gaat naar PSV toe van, hé, kunnen we dit, ja, dan helpen ze gewoon. Echt, als ik een kind heb later en ik weet van hij is talent, dan de eerste club waar ik hem breng. Is PSV. Waar ik hem gewoon wil zien doorbreken, PSV. Dat zat op één, man. Door de huidige coronacrisis hoor je steeds meer dat spelers wat geld zouden moeten afstaan. Klopt. En ook PSV is dat het geval. Wat vind jij daarvan? Ik zweer, ik vind het goed, man. Voor mij maakt het niet zoveel uit, maar als ze wat moeten pakken. Ik wil gewoon zo snel mogelijk weer voetballen met fans, dat soort dingen. Als dat kosten gaat van een beetje salaris, dan... ga ik daar zeker mee akkoord. En vooral het idee dat je anderen helpt? Natuurlijk, ja, daar gaat het om. Uiteindelijk gaat het daarom. Daarom is de corona ook wel ergens een voordeel, zie ik. Ja. Weet je? We worden meer familiair, we denken meer aan anderen, we helpen elkaar meer. Nu voel je, ja. Nu zie je meer families. Hè. Ja. En wat vind je ervan dat Billa er niet bij is? Jammer, hoor. Echt jammer. Hoor. Ja, hè? Ja. De video's zijn ook anders, man. Gisteren nog had ik gepiezen. Ja. Hij is top, man. De video's zijn gewoon anders. Ik moet er echt aan wennen. Weet je? Dus ik hoop voor jullie kijkers, op jullie begrip daarvoor. Maar er is goed nieuws. Er is echt gruwelijk nieuws. Wij mogen elkaar volgende week inshallah zien. Ja. Dus vanaf volgende week dan mogen we elkaar in de armen slijten. Bilen weer in de vlog. Ja, toch? Ja. En we gaan zeker met Bilen nog wat doen. Met Bilen gaan wij nog een heel leuk vlog doen. Ja, toch? Dat ik hem gisteren beloofd. Ja. Zou je nog wat iets tegen de kinderen, jongeren willen zeggen? Doe je best, heb plezier. Zorg goed voor je mensen om je heen. Vooral als klein kind moet je gewoon plezier hebben. En je droom achterna gaan en niet denken dat je iets niet kan. Gewoon doen. En altijd positief blijven. Altijd. Dus, mijn oom vertelde me ooit van, als je klein bent, dan speel je met de wereld. Maar naarmate je ouder wordt, speelt de wereld met jou. Ja. Heel scherp, hè? Die is scherp. Ja, die is scherp. Dat is een lijn, hè? Jawel. Hey, super bedankt, Mohamed Dolla. Echt gruwelijk. Ik heb wel spierpijn. Ik ook. Maar ik heb echt genoten. Dat was echt gezellig. En Wallah, je zit hier bij mij, Wallah. Jullie ook, Wallah. Het voelt gewoon echt gewoon puur. Die vlogs kijk ik alsof ik Netflix aan het kijken ben. Wallah, had ik niet verwacht. Ja, maar ik was echt blij dat toen je zei van nee bro, ik volg jullie al een tijdje. Sinds die wedstrijd bij Feyenoord, onder 17. Met Marwan Azarkan. Ja, toen ik tegen hun speelde toen kwam je ook. Sindsdien, boom, elke vlog, alles wat eruit kwam, was ik aanwezig. Subhanallah. Jawel mensen, hier zijn we weer. Mensen, vergeet sowieso niet te abonneren. Vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Wow, super bedankt. En mensen, jullie ook super bedankt. En willen jullie binnenkort zien met een andere voetballer? Weet ik voor artiest, filmster, noem maar op. Laat even in de comments weten. Of een deel 2. Ik heb er echt zo'n zin in. Vooral met Billen daar bij PSV in het stadion. Ik ben rondleiden. Ja toch? Dat gaat echt leuk. Kom je bij mij thuis, gaan we lekker samen theetje drinken. Ja. Oh, ik wil dus echt theetje eten. Ah, zonder, lekker lachen. Komt goed, inshallah. Gaan we zeker doen. Wij zijn echte, 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 echte. Mannen.
En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Lekker hoor. Amen. Arme Ritchie. Dat was hem, hè? Ja, dat was hem. Leila, scherp. Scherp. Alleen maar liefde, why, why? Alleen maar liefde, why, why? Yo, het Ibrahim, why, why? Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why, why? Yo, het Bilal. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brain flow.